Hallo, welkom bij een nieuwe video. Ik heb vandaag een shopvlog van Kruidvat. Yippie-yay. Mijn shopverbod zit erop. Halleluja in de gloria, in de hoogte moment. In de hoogte. Maar ik ga mezelf een nieuw shopverbod opleggen. Ik ga namelijk hem trekken naar heel 2017. Geen douche gels, geen body butters of body lotions. En misschien ook wel geen shampoos. Want ook die heb ik gewoon veel te veel. Kijk, mijn stash filmpjes maken. Dat is echt verschrikkelijk. Maar anyway, voor nu heb ik een shoplog van Kruidvat. Het is voor mij nu best veel. Want ik ben nooit zo iemand die dan hele dingen, voorraden koopt. Ik koop gewoon per stukjes. Dan koop ik iets, dan koop ik iets en dan koop ik iets. Vandaar dat ik ook aan mijn levensgrote voorraad kom. Maar voor mij doen is het best veel in één keer. Anyway, ik ga gewoon lekker snel beginnen. Want ik begin met twee oogschaduwpaletjes van I Heart Makeup. Bij Kruidvat verkopen ze voortaan I Heart Makeup. En ook best wel, ja, best wel leuk assortiment. Het wisselt heel erg wat ze hebben. En ik kocht twee nieuwe paletjes die dus ja, nog niet te koop zijn geweest. Misschien in Engeland in de drogist wel, maar hier niet. Deze vond ik heel erg leuk uiterlijk. Deze was €7,99 zoals je ziet. Waarom ze die sticker dan weer op het paletje plakken, geen idee. Golden Bar heet die en deze heeft warme kleuren. Ik heb 1001 van dit soort paletten en 1001... Oh, ze sponsorplicator. 1001 van dit soort paletten en 1001 van dit soort kleuren. Maar ik vond hem zo mooi dat ik hem toch graag wilde hebben. Dit is, ja, wat ik al zei, wat warmere kleuren. Wat kopertinten, wat warm olijfkleurig. Deze ja, bruin tinten vind ik heel erg mooi. En ik wil hem gewoon heel graag hebben. Ik heb veel te veel oogschaduws die ik heel graag wilde hebben. Maar ja, daar ben je ook beautyblogger voor. En dat is ook gewoon mijn hobby. En dat vind ik gewoon leuk. Deze was €9,59, waarom die duurder was als slijmen dood. Don't know. En ik dacht dus dat dit misschien wel een dupe was van het Too Faced Bonbon Bar. Bonbon palet. Want dit is ook van die roze hartjes. En de kleuren lijken er ook angstaanjagend veel op. Met hier dat lichtroze, daar dat donkerroze, die grijs tinten, die wat koelere kleuren. Vond ik het er heel erg op lijken. Als dat zo is, dan ga ik er een vergelijkingsfilmpje van maken. Of een vergelijkingsartikel. Moet nog even kijken. Die twee paletjes dus. Onderaan ligt nog meer make-up. Maar ik ga even verder met de non-make-up producten. Want die liggen bovenop. Haha, lekker makkelijk. Een Elvive Color Vive reinigende crème-spoeling. Dat is iets nieuws van L'Oréal. Ze begonnen met die voor de krullen. En nu hebben ze dus ook eentje voor gekleurd haar. Dat is een crème-spoeling die ook meteen een shampoo ineens is. Nou, ik heb heel droog haar, dus voor mij zou dit ideaal zijn. Ik hoop ook gewoon dat het werkt en dat het mijn haar niet ontzettend vet maakt of zo. Nou is mijn haar echt in de verste verte nooit vet. Maar goed. En ook voor gekleurd haar kocht ik deze. Want ik ga mijn haar weer verven. Als ik al mijn filmpjes vandaag heb opgenomen, dan ga ik mijn haar weer violet verven. Het wordt weer winter, of het is weer winter, dus dan mag het ook wel. Hier was ik heel benieuwd naar. Nou, ik zal even kijken hoeveel die kostte. €6,29 is natuurlijk ja, vrij prijzig. Ja, vrij prijzig voor zo'n grote fles van 400 ml is dat prijzig. Geen idee, denk het niet, want je hebt en een shampoo en een conditioner in één en een vrij grote fles. Heel vaak zijn ze 1 plus 1 gratis, maar ik weet dan nooit wat ik met dat tweede product moet. Weet je, dan koop ik het maar omdat 1 plus 1 gratis is. Deze producten kocht ik niet bij het Kruidvat, maar kocht ik bij de MT. Daar waren ze 1 plus 1 gratis. Een dorp waar ik werk is een MT. En daar stapte ik binnen voor iets totaal anders en ik kwam met dit naar buiten. Ook met wat ik ook moest hebben hoor. Ik vond het maskertje hiervan niet zo fijn. Maar hier zit gewoon beduidend meer olijfolie in. Zowel in de conditioner als in de shampoo. En deze moest zo geweldig zijn voor droog haar. Dat ik denk, nou goed, die wil ik dan ook wel een kans geven. Deze kocht ik 2 voor €3,59. Omdat die dus 1 plus 1 gratis was. Nog meer shampoo en conditioner. We zoeken naar waar het andere ding is. Nog meer van Organics, twee kleintjes, de coconut milk shampoo en de conditioner. Deze, ik ben helemaal fan van het merk Organics, vind ik sowieso geweldig. En deze wilde ik wel eens proberen. En die hadden ze ook eens in het klein. En ik denk, nou voordat ik twee flessen van €10,99 koop, koop ik eerst twee kleintjes van €2,99 per stuk. Kokosnootolie en melk moet namelijk ook helemaal voedend voor je haar zijn. En deze zijn daarbij ook gewoon handig voor op vakantie en kun je ook gewoon bijvullen als ze leeg zijn. €2,99 per stuk.
Ik hou niet zo van nepwimpers, maar deze vond ik toch wel grappig voor de feestdagen. €1,49. Twee paar, twee setjes heb je dan. En deze vond ik leuk omdat ze niet te overdreven waren. Niet zo bom. Maar ja, en ook gewoon met glittertjes. En dat is leuk voor de feestdagen. Dat vond ik gewoon leuk. En ik denk, weet je, ik geef het gewoon eens een try. Je zit vast ook wel wimpellijn bij. En zo niet, dan heb ik dat wel los. Nivea was ook 1 plus 1 gratis. En ik wilde al heel graag, heel lang, deze Crème Care reinigingscreme proberen. Want dit heeft namelijk die Nivea geur. En Nivea is altijd lekker zacht voor de huid. En ik dacht, ik wil hem gewoon proberen. En als hij goed is, dan is er vast wel weer een andere keer een aanbieding van 1 plus 1 gratis. En dan koop ik er gewoon 2. Dus deze. En ik dacht, welk product ga ik er dan bij pakken? Ik koos voor dit product. Dit is een 2-in-1 melk en tonic. Ik ben luidraak. En luidraak hebben ze morgens geen zin om en gezichtscreme of reinigingscreme op te doen. En een toner. En een dagcreme. En een primer. En een foundation. Dus ik denk, ik koop een 2-in-1 product. Maakt het veel verschil? Nee. Maar in mijn hoofd zit dat dat verschil maakt. Dus het maakt verschil. Ik vond het gewoon handig. En ik denk, ja, als ik hem dan toch 2 plus 1 gratis krijg, dan is dat ook maar gewoon mooi meegenomen. Dan is dat ook verder geen probleem. Even kijken wat ik dan ga laten zien. Want ik kocht 2 maskertjes ook. Andersom. Stop. Voor 89 cent per stuk. En hier doe je best wel een keer of 4 mee. Dus het is 15 cent per applicatie. Chocolademasker vind ik altijd leuk. Lekker kliederen en onderzitten. En me gewoon helemaal besmeuren. Vind ik echt super grappig. En dit is voor een ontspannen en zachte huid. En dit is met aardbeien. Deze is ook voor een ontspannen en zachte huid. Dus ik denk, dikke prima. We gaan het eens proberen voor 89 cent. Hartstikke leuk. Even kijken. Dan heb ik nog wat. Nee, ik heb dit nog. Dus geen make-up. De Originals Klein Masker. Hydraterend. Klein maskers zijn altijd goed voor de vette huid. Ik heb een vette huid. Dus ook dit product is daarvoor trouwens. Voor de normale tot gemengde huid. Dus dat is hartstikke prima. En dit product ook. Meestal Dode Zee is gewoon goed voor een vette huid. En ik wil dit wel eens proberen. Want deze zijn €1,99. En ik hoor er gewoon goede verhalen van. Dus ik had zoiets van, die wil ik proberen. En die heb ik dus gekocht. Dan heb ik nog wat make-upjes. Ik kocht een aantal make-upjes zoals ik net dus al zei. En dit is de buit. Ik moet even niezen, wou ik zeggen. Gezondheid, dankjewel. Ik begin met dit oogpotloodje. Ik heb ergens in huis een bruin oogpotlood. Ik vind dat gewoon mooier dan zwart. Vooral voor mijn waterlijn. Het is gewoon net iets minder hard. Je komt als je zwarte oogpotlood doet heel hard over. En met een bruin potloodje is dat gewoon minder. Ook heb ik mijn bruin potloodje heel veel gebruikt toen ik ging zwarte pieten. Want ook een bruin, ook dan komt een bruin oogpotloodje toch wat minder hard over. En ik heb hem toen ergens weggelegd en ik weet niet waar. Dus ik kocht een nieuwe. En dit is van die nieuwe lijn Extreme Lasting Easy Glide and Waterproof. Dit is de kleur 02 But First Espresso. Die namen zijn altijd super leuk. En dit is zo romig. Dit is echt gewoon bijna Too Faced kwaliteit. Ja, kijk, ik toucheer het echt. Ik druk helemaal niks. En er komt gewoon zo'n bam vanaf. Dit vind ik echt gewoon bijna Too Faced-achtig aandoen. Die hebben ook van die romige potloden. Wel heel zacht. Die schiet er wel snel mee uit, denk ik. Maar deze is gewoon geweldig. Die was ook maar €1,99. Hoe fantastisch is dat? Ik kocht ook nog de Forbidden Volume Topcoat. Dit moest geweldig zijn voor over die andere mascara van Essence. De Forbidden Volume Mascara. Ik heb nog 1001 mascara's liggen. Dus ik kocht alleen de topcoat. En deze die was. Waarom sta jij op mijn bonnetje? Ik wil even mopperen op mijn shampoo omdat hij op mijn bonnetje staat. Ik denk 2,59 of 2,89. Ik weet het niet precies. Maar deze ga ik proberen en testen. Want die vind ik gewoon super leuk. Wat ik ook al langer wilde hebben. Ik ben ook een beetje losgegaan op de Essence producten die ik gewoon al langer wilde hebben, maar die ik nooit kocht. En nu heb ik ze gewoon gekocht. De 2-in-1 Camouflage Make-up en Concealer. Dit moet een hele geweldig dekkende concealer foundation zijn. En die wilde ik graag gewoon proberen. En dit is de kleur 10 Ivory Beige. En die ga ik gewoon eens een try geven. Deze was 3,89.
Ik kocht ook nog een Color & Care lipstick. Dit moesten hele goed gepigmenteerde lipstickjes zijn. Met een goede verzorging. En in de winter ben ik toch allemaal aan het hikken. Ben ik altijd in voor goede verzorging. Dus ik had zoiets van, nou die doen we. Dit is een beetje een oud hardroze kleurtje. En hier komt denk ik ook wel een reviewtje van online op mijn website. Kijk sowieso even op mijn website. Vind ik sowieso super leuk als je dat doet. vrouwkeloftmake.nl. Hier denk ik ook wel van. En ik kocht een... Die nieuwe lijn van de Christmas Factory van Essence trok mij niet. Normaal ben ik helemaal fan van de kerstcollectie van Essence. Maar dit jaar vond ik er geen bal aan. Behalve dit lakje. Dit is 02 Let's Take an Elfie. Oh, Let's Take an Elfie. Wat leuk. En dit is een wit glitterachtig lakje. Een beetje icy lakje. En dit vond ik zo leuk. Ik denk, nou die wil ik dan nog wel proberen. En die was €1,99. Dus hier komt ook zeker een reviewtje van online. Dan was Maybelline in de aanbieding. Ik kocht in 2 delen. Dus het kan best zijn dat niet alles tegelijk in de aanbieding was. En ik wilde ook heel graag een bruine eyeliner. Want ik denk van als ik een bruin oogpotlood heb, dan wil ik ook een bruine eyeliner. En ik kocht de Maybelline Master Precise. Hier hoor ik hele goede verhalen van. En ik heb hem ook geprobeerd. En hij is ook gewoon super geweldig. Lekker mooie donkere bruine eyeliner. Lekker nat. En daarmee bedoel ik dat hij goed streekt. Dus niet moeilijk aan te brengen is of zo. En die vond ik gewoon geweldig. Omdat het 1+1 gratis was op Maybelline, kocht ik ook een lippotloodje. 140 Minimalist. En ik weet niet of ik het goed uitspreek hoor. En dit is een, ook een wat oud roze kleurtje. En hier komt ook een reviewtje van online. En hier was ik dus ook benieuwd naar. Even kijken, heb ik dan alles van make-up? Ja, ik heb alles van make-up. Ik kocht nog drie setjes oorbellen. Even kijken hoor, want het blijft er allemaal geheid in dat zakje hangen. Ik ben helemaal verzot op kerst. Wie niet? Nou ja, sommige mensen niet. Mensen die bijvoorbeeld alleen zijn met de kerst, die zullen kerst niet zo leuk vinden. Maar ik vind kerst wel leuk. Ik ben ook helemaal een Sinterklaas-freak. Vind ik ook echt super geweldig. Dus ik kocht kerstoorbellen. Dit zijn 3 paar oorbellen voor €5,95. Dit zijn kerstklokjes, kerstboompjes en van die zuurstokjes. Ik wil namelijk, ik moet op kerstavond, 24 december, moet ik op mijn stage werken. En dan vind ik het leuk om deze oorbellen in te doen. En bij de thuiszorg durf ik ook gerust deze te dragen. Ik moet kerst 25 december een avond werken en 26 december een ochtend. En dat vind ik gewoon leuk om dan gewoon kerstballen in mijn oren te hebben. Die waren ook €5,95. Dus dat vond ik ook gewoon super leuk. En misschien dat ik die ook wel een keer naar mijn stage doe. Ik bedoel, ze weten op stage ook wel dat ik niet goed bij mijn hoofd ben. Dus dat is niet iets wat ik hoef te verbergen, zeg maar. Dus die durf ik ook gerust wel naar stage te dragen. En dus ten einde, als laatste, kocht ik ook nog gewoon serieuzere oorbellen. Roze, €5,95. Ik heb een roze veertjesvest. En daar vond ik deze leuk bij. Ik denk dat is gewoon lekker, ja, niet al te veel poespas, maar wel gewoon heel erg leuk om bij dat roze vest aan te doen of te dragen. Dit was mijn shoplog van Kruidvat. Ik hoop dat je het leuk vond. Zou je alsjeblieft een reactie achter willen laten en willen abonneren? Ben ik heel erg blij met je. En heel graag tot de volgende keer. Doei!